Luc, de headlines. Ik heb meteen even een Facebook-postje aangemaakt voor Karin. Hè, welk liedje ze moet gaan zingen. Facebook.com/RTL Late Night kun je voorkeur achterlaten. Vliegmaatschappij Virgin die heeft wat nieuws bedacht. Zij kwamen erachter dat mensen in het vliegtuig een beetje begonnen in te dommelen wanneer dat instructiefilmpje te zien was. Hè. Dan gaan mensen een beetje achteroverleunen en zo. Niks aan. Nou, dat kan natuurlijk niet. Veiligheid ontzettend belangrijk. En dus besloot de maatschappij dat filmpje een klein beetje te pimpen. Het is een filmpje van 4 minuten. Het is bijna zonde dat je niet neerstort. We gaan naar het plaatsje Dixon in Amerika. Daar heb je een kerk. De Christian Science Society of Dixon. Zo ziet die kerk eruit. Nou, dat is een mooie kerk wel. Alleen één keer raden hoe God vanuit de hemel die kerk ziet. Als een enorme penis. Kwamen ze vandaag achter op internet. Ja, het is een beetje pijnlijk. En het is nog wel een beetje pijnlijker dat het motto van de kerk Rising Up is. Denk je misschien, Umberto, ziet Luc dan echt in alles iets seksueels? Nou, dat is niet zo. In het filmpje waarin deze nieuwsverslaggever uitlegt hoe een elektrische tandenborstel werkt, ja, dat vind ik echt totaal aseksueel. He used to like to take the big fat rubber end of my vibrating toothbrush and put it in his mouth on. Okay. And he'd just kind of sit there like, oh yeah, that feels good. That hit the spot. Die jongen had echt de dag van zijn leven. Echt. Umberto, weet je op wie je echt altijd kan rekenen? Nou? De mensen die je auto wegslepen hier in Nederland. Ik heb het zelf ook al eens gehad. Ik reek tegen een vangrail aan met mijn auto. Daar heb je hem. Reek met mijn auto tegen een vangrail aan. Was meteen weggesleept. Gewoon lekker betrouwbaar. In Amerika, ja, dat gaat dan toch net iets minder. Daar moeten ze nog een klein beetje oefenen. Here we go. Come on. Over. Come on. Up and over. Crap. Uh-oh. Fuck me. You have to be kidding me.